Radio 10 de Frans, toe. Kom erop, Theo Gomen. Nog 3,8 kilometer te klimmen, althans voor het slinkende peloton. Er zijn nog een 25 à 30 renners onder aanvoering van Johan van der Velde. Die voortdurend inderdaad trekt en sleurt. En in tweede positie dan Joop Zoetemelk. Naast hem als een koninkje, inderdaad het wieler, het koninkje van weleer, het klimkoninkje van weleer. Lucien van Impe, achter die brede schouders. Want geen brede schouders, natuurlijk onzin, want hij heeft juist die smalle schouders. Achter hem Johan de Munsterbelg. En dan zie ik verder nog altijd Henk Lubberding. Ik zie daar verder ook Raymond Martin. En nog altijd, jawel hoor, Johan van der Velde. Nog 3,6 kilometer te klimmen. En de voorsprong voor de twee koplopers, Fernandez en de schoenmaker, bedraagt nu 2 minuten en 40 seconden. Ze houden dus koppenstand. Maar vergeet je niet, hè, want die Alberto Fernandez kan een lekker stukje klimmen. Hij is als het ware geboren op de top van de berg. Ik zie ze nu vlak achter mij. Je hoort ongetwijfeld het geraas en het getoeter. Op kop, Johan van der Velde. Tweede positie, Joop Zoetemelk. Derde, Johan de Munk. Vierde, ik dacht even te zien Henny Kuiper. Ik heb hem nog niet op waarde in de grote peloton. Althans, wat er van de peloton overgebleven is. En dat brengt mij tot enige onrust. Ik hoop dat ik straks dichterbij te kunnen komen. En ze weer naar Theo komen. Ja, flitsend keer ik bij u terug om u te melden dat Alberto Fernandez, een van de twee koplopers, weggesteld is van Jos de Schoenmaker. Het was te verwachten, in de vorige uitzending heb ik al gezegd dat die Alberto Fernandez een klimmertje is. Hij is op de toppen van de berg geboren, zou je kunnen zeggen. En het zal mij niet verbazen als hij straks als eerste boven op die berg eindigt, op die gevreesde praloep. Hij is dus weggefladderd van zijn maat, van zijn ploegmaat zou je bijna kunnen zeggen, want hij heeft kilometers aan een stuk samen met hem over de weg gewiegd, over deze verschrikkelijk zware klim. En als ik achter me kijk, dan zie ik daar het peloton, het gezonken peloton van nog een 25 à 30 man nog altijd. Dan zie ik daar dat Johan van Velde het spel aanvoert. Met in tweede positie nog altijd Joop Zoetemelk. Maar ze zijn toch niet in staat om allerlei andere figuren los te rijden. En zeker Henny Kuiper ook niet. Hoewel hij aan de staart van het pelotonnetje hangt. En op tijd indruk maakt van deze afstand gezien. Dat hij het nog allemaal moeilijk kan bijhouden. Er zijn nog te rijden op deze klim. Nog een kleine 3 kilometer. 2,5 kilometer denk ik. De voorsprong van de Fernandez moet bedragen ongeveer 2 minuten. Zoetemelk is gevallen. Ik zie Zoetemelk niet meer in de voorste rij. En Radio Tour krijgt het uit. Ik zie Zoetemelk niet meer. Misschien dat Evert ten Apel hem kan opvangen. Evert? Nee hoor, ik kan ook alleen de Tourradio maar beluisteren. Ik ben nog niet zo ver, want de rijen zijn zo dik, de rijen toeschouwers. Dat wij er met onze auto bekwaam door Hans van der Schoot naar boven gestuurd. Dat wel niet bij kunnen komen. Vlak voor ons rijdt wel een zieke auto luid toeteren. Maar zo zal het met Joop Zoetemelk wel niet zijn. Zo zal hij wel niet in de problemen zijn. In ieder geval zijn we al wel 4 Nederlanders gepasseerd. Namelijk Gerry Kneteman, Leo van Vliet, Bert Oosterbos. En een Nederlander is natuurlijk niet Paul Wellens, maar hij is wel lid van de ploeg van Peter Post. Meer informatie kan ik u niet geven over Joop Zoetemelk. Jij wel, Theo? Nee, ook nog niet, maar ik zie wel vooraanrijden de bolletjestrui. Ik zie vooraanrijden dus Raymond Martin. Ik zie ook vooraanrijden nog Joe Maas, dacht ik. Agostinho, daar is, even kijken, La Pavasseur. Kortom, daar is ook Sven Arke Nielsen. Maar ik zie geen enkele rallyrijder meer. Ze hebben zich allemaal laten terugzakken. Johan van der Velde is weg. Henk Lubberdink is weg. En waar is de gele trui? Blijf staan, Raymond. Blijf maar staan. We nemen het risico. Ik wil weten wat er met Joepsmark is gebeurd. We laten de peloton nu met ons voorbij gaan. Want dit kan een cruciaal moment zijn in deze etappe van de Ronde van Frankrijk. Daar gaan ze, de bolletjestrui. Daar gaat ook Sven Arke Nielsen. Daar is Henny Kuiper, dat is Henny Kuiper, gaat ook voorbij. En daar komt Joop Zoetemelk. Kom maar Joop, kan jou schelen. Nummer 11. Hij heeft nog maar 50 meter achterstand. Joop Zoetemelk komt erbij. Hij komt erbij. Hij vleugelt er naartoe. Hij wikt er naartoe. Dat is het winterkoninkje waar ik zojuist over sprak. Dat was de Lucien van Impe. Inmiddels ook nog wel bij die groep. Maar Joop Zoetemelk, hij strijkt al die koplopers neer. Het zijn natuurlijk rechte koplopers, want u weet dat er altijd voorop ligt. Fernandez uit Spanje. Met 2 minuten en 10 seconden voorsprong op dit ogenblik op het peloton. Althans, je peloton dat ik voor me heb. En op Jansen Schoenmaker. Heeft hij hier een halve minuut voorsprong? Nou, u hoort het waarschijnlijk wel aan een geklaksoneer en een getoeter. Het is hier een compleet gekke huis. Ik wil even kijken hoe Joop Zoetemelk het maakt, Raymond. Raymond knikt en hij zegt: nou, ik zal proberen dichterbij te komen. We kunnen haast niet de wagen van Lady Tan passeren, want deze man is stikkelhard. Hij heeft trouwens allemaal gelijk ook, moet ik zeggen. En al meer renners fladderen van het pelotonnetje af. Waar is Joop Zoetemelk? Is hij inmiddels wel op de pelotonnetje neergestreken? Ja hoor, hij is er. Hij heeft de staart te pakken. Hij rijdt alweer naast nummer 0. Even kijken, dan moet ik even een nummer gebruiken. Dat is nummer 42 van Julius de Vos. Daar rijdt hij naast en hij strijkt ook neer op Henny Kuiper. Kortom, over Joop Zoetemelk hoeft hij zich voorlopig geen zorgen te maken. Heinze Bakker. Ik ben in aanwachting van de winnaar van deze etappe. Ik kan 20 meter weg overzien en dan komen ze om een bocht hier op aan. Dat is niet veel, maar aan de gebaren van de politieagenten te zien kan het niet lang meer duren. En dat zal dan, als ik het allemaal goed gevolgd heb, Fernandez moeten zijn die hier de etappe gaat winnen. En dan komt hij daar inderdaad aan, maar ze zijn toch met z'n tweeën. Het is niet Fernando Alpen, nee, het is Jos de Schoenmaker. Ja.
Uitstekend gedaan. Joske de Schoenmaker die gaat hier de etappe winnen. En Fernandez wordt op de tweede plaats geklopt. Fernandez tweede, de Schoenmaker één. En dan zal zometeen de hele meute hier aankomen stormen. Ook weer met Joop Zoetemelk die ten val kwam omdat Van der Velde ten val kwam. Dat was de werkelijke oorzaak. En Van der Velde die op kop reed, die klapte en valt zijn wiel schoot weg. Zoetemelk die er vlak achter reed, die tikte er tegenaan en die duikelde eroverheen. Maar kreeg onmiddellijk de fiets weer terug en snelde naar die groep toe. Dat heeft hij van Theo Koon begrepen. En daarom is Van der Velde waarschijnlijk naar die groep weggebleven. En elk moment kan ook die groep hier aankomen. Theo, heb jij nog wat? Ik zit hier vlak aan de groepje op Zoetemelk die meedanst met, even kijken, met Henry Kuiper, et cetera. Lucien Verrip is er afgevallen. Tot mijn verrassing, dus heeft Schoenmaker toch die etappe geworden. Geweldig voor hem, dat moet ik zeggen. Wij moeten je nu verlaten, althans wij moeten het pelotonnetje verlaten. Hij is de vangst erop. Goed, dat zal ik graag doen, Theo. Maar nogmaals, als ik ze zie, dan zijn ze ongeveer. Zo is de opstelling van de tribunes hier. Dat is een beetje lastig, maar dat kan echt niet meer lang meer duren. Want ik hoor al de enthousiaste toejuichingen van de mensen die verderop beneden staan. Beneden waar ze staan te applaudisseren, waar ze staan te wuiven met vlaggetjes. Dat kan ik nog wel zien. Daar komen inderdaad de eerste politieagenten ook aan. Dan moet het echt zo zijn dat elk moment hier de groep aan kan komen. En dan zijn we benieuwd in hoeverre die groep nog bij elkaar zit. Dat wil zeggen wat er nog van over is. En wat zei je, Gerard? 300 meter nog. 300 meter nog, hoor ik van Gerard. Dat Koel die even informatie is gaan halen, want dat moet je gaan halen, want anders krijg je die niet. 300 meter nog voor die groep dus, en dan moet het dus elk moment gaan gebeuren. Dan komt de wagen van Lébiton, en daar komen ze de hoek om. Althans twee man, en we gaan eens even kijken wie hier de sprint gaat winnen. En dat is Christian Cesnek, dacht ik die dat is. Ja, inderdaad, Cesnek. En dan is daar op de vierde positie Ludo Peters. En dan wordt het op de vijfde positie Roger Alban. Nou, dan komt zo heel vervolgens komt Raymond Martin binnen. Joop Zoetemelk komt binnen. Jomaas zie ik daar. Daar komt Henny Kuiper binnen. Toch op enige achterstand. Henny Kuiper zit er wel bij. Daar komt ook Agostinho binnen in die groep. Agostinho in gezelschap van Guy Nullens. De man uit de DAF-ploeg ook. Guy Nullens. En daar zit ook bij Hendrik de Vos. De man uit die ploeg die we eerder hebben gesignaleerd. En daar komt met achterstand binnen Lucien van Impe. De grote man van Valleer. De bergkoning van Valleer. En hij is het toch weer afgepierd. Zoals dat heet in het rennersjargon. Op die laatste beklimming. Hij komt nu in zijn eentje binnen. Op enige achterstand naar die groep. Lucien van Impe. Daar komt Johan van der Velde. De arme pechvogel. In gezelschap van Bernard Thévenet. Johan van der Velde, die voortdurend die beklimming heeft geleid. Die zo ongelukkig ten val kwam. Die in zijn valpartij Joop Zoetemelk meesleurde. En die hier nu samen met Bernard Thévenet op overigens geringe achterstand binnenkomt hier op de bovenste punt van Pralou. Goed, de ene renner naar de andere komt nu binnen. Ik zie voorlopig nog geen Nederlanders aankomen. Ik denk dat ik de reportage maar even afsluit. Om straks aan u een beetje rustiger en een beetje overzichtelijker te melden. Hoe precies de eerste 10 eruit zien en waar de Nederlanders zijn.